zit bij ons in de tuin. Ja, lag je al als een model, hè? De 18-jarige Fedde Betting uit Vragende timmert hard aan de weg om internationaal topmodel te worden. De jonge Achterhoekse verwezenlijkt haar meisjesdroom nadat ze begin 2017 gescout werd door IBTM Models tijdens een dagje winkelen in Amsterdam. Zag ik in mijn ooghoeken al wel iemand naar me kijken, maar nog helemaal niks doorgehad. En toen op een gegeven moment kwam ze naar me toe lopen en toen vroeg ze aan mij van, ben jij ooit model geweest? Dus ik had die vraag natuurlijk nooit verwacht. En ik zat daar echt zo van, hoe dan? Meer dan een jaar later heeft ze gelopen op de Fashion Week in Parijs voor shows van Schiaparelli, Valentino en Valli. Zo'n grote catwalk oplopen was voor de 18-jarige in het begin best spannend. Het is nog allemaal een beetje aanzien, maar toen ik de catwalk op mocht, dat is zo gaaf om te doen. En iedereen is zo blij. En als je dan ziet wat voor mensen er naartoe komen en achteraf hoe de designers reageren en de mensen om je heen, ook familie, ook vrienden, waar ik allemaal positieve berichten van krijg. Dus dat is wel echt heel leuk. In het dagelijks leven combineert Fedde haar modellenwerk met haar opleiding Fashion Creator in Zutphen. Vanuit haar opleiding krijgt ze veel steun voor haar carrière. Ik mis wel af en toe best wel veel school, maar school helpt mij vooral ook om het weer in te halen. En ze zijn er best wel makkelijk in. Als model blijft Fedde haar ambities nastreven. Ze heeft haar droomklus al op het oog. Het lijkt me ook heel gaaf om een shoot te doen. Bijvoorbeeld in een woestijn of een jungle. Een beetje die plekken waar je normaal nooit zeg maar komt. Of nooit, maar niet zo snel naartoe gaat. Gaat toch.